gefeliciteerd met je verjaardag en met de 3 punten. Met wat voor gevoel werd jij wakker vanochtend? Nou, wel spannend gevoel. Sowieso heel veel felicitaties gekregen voor mijn verjaardag. Mijn dochters op de FaceTime gehad, mijn vriendin en mijn vrienden. En daarnaast telefoon weg en focus op de wedstrijd. En ja, dan hoop je natuurlijk te winnen. Was in alles een belangrijke, cruciale wedstrijd voor ons. Dus ja, ik ben gewoon heel blij met 3 punten. Ja, wat voor een wedstrijd heb jij beleefd? Ja, geen hele goede. Sowieso de klassieker. Ik weet ook hoe dat hier beleefd wordt. Dat hoort gewoon met fans te zijn. En het is gewoon enorm jammer. Dat haalt zo'n grote lading eigenlijk weg van deze wedstrijd. En dan was puur kwalitatief voetbal was niet hoogstaand, denk ik, van beide kanten. En wij vooral tweede helft heel erg slordig. Maar gelukkig die fijn op het laatst goede actie, waardoor Dusan 2-0 kan maken. En dan zit hij in het slot. Ja, en een cadeautje voor jouw verjaardag, die 1-0. Ja. Ja, ik denk niet dat ze het zo bedoeld hebben, maar ik zag Dusan lopen en ja, hij geeft hem voor. En ik denk miscommunicatie tussen keeper en verdediger. Ja. Het is vaak zo, hè, in klassiekers, dat er niet het mooiste voetbal, omdat het zo op het scherpst van de snede is. Mm-hmm. Ben je daar teleurgesteld over of niet? Nou, nu niet, omdat 3 punten ben ik wel heel erg blij mee. Wij allemaal. Natuurlijk gaat dat wel meegenomen worden in de analyse, wat we dan beter kunnen doen. En wat we ook beter moeten doen als we naar het niveau willen wat we eerder dit seizoen denk ik ook hebben aangetikt. Dus ja, dat gaat zeker gebeuren. Maar voor nu ben ik heel content met 3 punten. Heb je al enig idee wat die analyse gaat opleveren? Er was 1 schot op doel en dat was de penalty van Ajax. Ja, moet je nagaan. Ja, dat zijn geen goede cijfers. En ja, dan is het toch kijken hoe we vrijlopen, hoe we elkaar opties geven, hoe we tot kansen moeten komen. Want uiteindelijk, dat is wel waar je naar kijkt, het kansen creëren. Niet per se hoeveel goals je maakt. Maar als je ze blijft creëren, gaan ze uiteindelijk wel vallen. Maar als ik jou nu zo hoor, is 1 doel, 1 schot op goals veel te weinig. Ja, precies. Wel de 3 punten, belangrijk. Het was namelijk echt een duel dat ook nog ergens om ging. Niet alleen maar het sentiment van de klassieker, maar ook nog gelijk een aantal punten. Dus een gevoelig tikje hebben jullie uitgedeeld, denk ik, of niet? Ja, we hebben natuurlijk Feyenoord nu op 3 gezet. En het ligt aan wat PSV gaat doen. Ja, daar zetten we ook nu druk op. Ik denk dat het daarom ook extra cruciaal was. En weten het programma ook na de winter. Dus in alles gewoon goed 3 punten. Dan nog eventjes de aankomst hier. Je hebt dat natuurlijk vaak van de andere kant meegemaakt. Nu kwam je in de vijandelijke bus hier aan bij de Kuip. Hoe was dat? Ja, wel even spannend. Je weet hoe het is. En dan is het nog 2 keer 3, denk ik. Omdat ik in de bus zit. En ja, daar moet je ook grote jongen over zijn. Maar ja, ik ben wel heel erg dankbaar. Ajax, Feyenoord en de politie. Ja, hoe ze dat hebben gedaan en hoe ze daarvoor zijn gaan staan. En daarvoor heb ik me gewoon heel veilig gevoeld. Dus. Dat was wel heftig, hè, die aankomst. Jawel, maar dat weet je ook. En daar moet je ook wel grote jongen over zijn. En, ja, ik denk zo goed opgelost. Ja. Was het voor jou persoonlijk makkelijker, denk je, dat er geen publiek was? Ja, misschien wel. Maar als ik had mogen kiezen, had ik denk ik wel voor publiek gekozen. En dat is niet om stoer te doen of zo, maar ik weet gewoon hoeveel dat betekent voor de mensen. En klassieker hoort met publiek gespeeld worden in de arena en in de Kuip. En dat is gewoon enorm jammer. Ja, sowieso. Want Jurjen, Ryan, Define, die hebben allemaal nog geen klassieker hier gespeeld met publiek. Dus dat zijn ervaringen, die neem je heel je carrière mee. Ja, precies. Ja, zonde. Ja. Dan als laatste, je verjaardag nu. Je kan weer naar je familie toe. Hoe ga je het vieren vanavond? Ja, mijn oudste komt vanavond terug. Die was bij mijn ouders het weekend. En dan zullen we wel een klein drankje doen met z'n allen.